Wauw. Maar Sarah, dan moet je niks zeggen, er niet naar vragen, want dan hebben ze het natuurlijk gelijk door. Daar ben ik zo blij om. Goedemorgen, het is zondag. Ja, leuk hè? Ja. Ik werd net geappt door mijn broertje. Die is met Kelly onderweg naar mijn ouders. Die zijn in Groningen nu. Maar ze weten dus niet precies waar nu, want ze gaan altijd dingen doen. Dus Sarah en ik zitten nu in het complot. En Sarah die gaat zo doen alsof ze... En Kelly is mee. Ja, die gaat zo doen of ze heeft ontdekt wat live locatie is. En dan zorgen dat mijn moeder die deelt. En dan stuur ik die beelden gewoon weer door naar mijn broertjes telefoon. En dan kunnen ze dus precies naar die locatie gaan. Dus dat is wel heel erg leuk. En we hebben net al apps naar mijn moeder gestuurd. Om er online te krijgen. Zodat ze zo ook reageert. Alleen ze reageert tot nu toe nog niet. Eigenlijk moeten we nog iets verzinnen. Dat oma de telefoon even blijft gaan. Dat ze eerder gaat kijken. Oh, ik weet al, wacht. Zeg maar tegen, vertel maar aan oma dat je IT aan het kijken bent weer. Ja? Oma. Wacht even, en dan hoor je mij praten. Oma, ik ben de film IT aan het kijken. Ik heb hem al een keer gezien en nu is het de tweede keer. En nu ben ik hem alleen aan het kijken zonder mama. Ik vind hem echt zo leuk. Ja, dan gaat de film weer. Of de telefoon weer. En zo gaat het heel beeld zo. Nou, kijken of we er online krijgen. Even naar oom appen. Tot nu toe reageert ze nog niet. Hij is naar mijn Kelly's auto, ja. Ja. Is wel leuk. Nou, kijken of het lukt. Of we er aan het reageren krijgen. Het verrassen is gelukt. En daar ben ik zo blij om. Het was echt lastig omdat mijn moeder maar niet online kwam. Maar net voordat ze er echt bijna waren, kwam ze wel online. En we hebben Sarah gebruikt. Dus Sarah zat helemaal in het complot. Dus die ging zeggen van, oh meid, hier. En dan locatie delen. En waar ben jij? Zodat mijn moeder ook de locatie deelde. Zodat ze daarna precies wisten waar ze naartoe moest. Want ik heb dat dus weer live doorgedeeld. Echt te grappig. En nu heb ik de kamer even snel een beetje gestofzuigd. Want ik leef gewoon echt in een zandbak nu. Het is echt gewoon niet leuk meer. Nou ja, ik kan het nu wel helemaal goed doen. Maar dan lopen ze daar binnen binnen. Dus ik heb gewoon even waar we lopen nu gedaan. En van de week kan Marco toch niet echt verder. Dus dan krijgen we niet echt zand meer binnen. Dus dan doe ik het morgen gewoon goed. En misschien vanavond nog even snel. Maar ja, het heeft gewoon geen zin om het nu helemaal goed te doen. Dus dat ga ik ook niet proberen. En ze heeft net weer IT gekeken. Zo schattig. Mama, in oktober komt er precies niet. Oh, dat is leuk. Precies op je verjaardag. Ja. Wauw. Jee, het eerste stuk vlonder zit erin. Wat zeg je? We gaan kijken of papa of Peter Jan erachter komt. Ja, het is wel grappig. Sarah en ik, ze gingen zand halen. En toen hebben wij hier nog 3 stukjes vastgezet. Dus deze 3 hebben wij erin gedraaid. Oh, dat zie je niet zo. Die. Deze? En toen hebben we hier al de dingetjes ertussen gelegd en de schroefjes klaargelegd. Nu gaan we dus kijken of ze door hebben dat wij dit stuk al gedaan hebben en dat stuk. Maar Sarah, dan moet je niks zeggen, er niet naar vragen, want dan hebben ze het natuurlijk gelijk door. Hoor je me? Ja. Ja. Moet je gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Ja. Dan gaan we kijken of ze door hebben dat het anders is of dat ze gewoon verder gaan en helemaal niet door hebben dat er überhaupt iets veranderd is. Dat zou wel grappig zijn, hè? Ja. Ja. Het zou grappig zijn. Oh. Stel, ja? Vertel. Papa en Peter Jan komen aan. En dan
dan denken ze, ik ga er een schroef in zetten. Zet ze een schroef op en dan gaan ze proberen ze maar in te doen, maar dat lukt het niet. Dat zeg maar, dat gaat niet gebeuren, want je moet eerst dat blokje natuurlijk op de goede plek schuiven. En dat hebben we ook al gedaan, daardoor gaan ze dat wel zien. Maar misschien denken ze gewoon dat ze aan de andere kant al zijn. Dus dat is wel grappig. Maar ze gaan nu zand halen, want de winkel gaat zo dicht. Dus dat moest nu. Maar we hebben in ieder geval een klein stuk tuin alweer terug. En ik ben nog in mijn pyjama. Je hebt pyjama dag en ik heb make-up vrije dag. En mijn huid ziet eruit. Dat is echt niet meer. Maar daarom wilde ik een luchtdagje. Kijk, kan mijn huid even luchten. Luchtdag. Moet ik de hele dag zo doen. Het is weer tijd om te gaan koken. En ik ga lekker bami maken. En ik heb tegenwoordig deze bami. En dit is, ik denk, zo kan je dat wel zien, al in stukjes. En eigenlijk had ik dat toevallig nog voor mijn moeder meegenomen. Een tijdje geleden, want die gebruikt dat altijd. En toen vond ik het zo handig dat ik dacht, hé, dat wil ik ook. Want zeker met Sarah, dan of draaien of snijden. Ik ben altijd wel heel handig met alles draaien. Maar met een kind is dat, naast haar kan dat redelijk. Maar het is niet altijd het allerhandigste. Er wordt ook nog aardig wat mee geknoeid en zo. Dus ja, en hij smaakt gewoon lekker. Dus die Jumbo verkoopt hem, mocht je het handig vinden. Echt, echt ideaal. En het leuke is nog, hij is nog eens duur ook. Dus dat is ook nog een leuke bijkomstigheid. Ja. En het vlonder, het ligt bijna helemaal. Hoop maar even uit beeld, maar... alleen het einde kwam het natuurlijk weer niet uit. Want er was één rij planken tekort. Heel raar. En daardoor staken de onderbalken uit. Dus nu moeten de stenen die daaronder liggen weer aangeschoven worden. En moet de rest van die steunbalken weer afgezaagd worden. Maar als dat gelukt is, dan ligt in ieder geval het vlonder voor nu. De zijkanten liggen nog wel open, want we gaan een schutting er tegenaan plaatsen. Want we blijven altijd tegen ellende van buren aankijken. En die muurtjes zijn niet mooi meer, dus we gaan hem er gewoon tegenaan zetten. Dan missen we een paar centimeter uit de tuin. Maar het is zoveel mooier dat we die er graag voor opofferen. Dus dat moet nog wel. En we moeten echt even kijken wanneer dat gaat lukken. Maar goed, het eerste stuk ligt er dadelijk als het goed is in. Daar ben ik zo blij om. Echt, dat kan ik gewoon niet eens verwoorden hoe blij ik daarom ben. Echt. Dus ja, ik ga zo even weer kijken hoe ver het is. Ik hoop echt dat dit stukje in ieder geval helemaal afkomt vandaag. Lekker, en het is weer lekker donker. En mijn lens beslaat. Ik heb net Sarah op bed gelegd. En we zijn een heel stuk met de tuin. Het is niet af, maar ik zal een stukje laten zien. Het vlonder ligt erin. Die witte stoelen die moeten echt weg hier. Die zien er niet uit. Deze is anders. Maar die zit zo lekker. En dan ons set staat nog niet helemaal netjes recht. Maar goed. We hebben een vlonder. En zelfs hier al mijn plantje. Maar we kwamen aarde tekort. Dus hij staat er ook nog niet goed in. Hij staat tot hier ongeveer tot aarde. En dan staat hij erop. Maar goed. We hebben wel een vlonder. En zo kunnen we in ieder geval iets van visite kwijt. En hier, ja... Deze waren er nog, dus die liggen er voor nu in. Maar dat moet dus nog bij hier. En dan kunnen de nieuwe tegels hier erin komen. Oh, en wat is het koud buiten. Maar goed, ik ben wel blij dat dit stuk in ieder geval af is. Want dan kunnen we in ieder geval met Sarah's verjaardag wel iets. Dus, maar nu hopen dat elke dag, zelfs tegen Marco al lukt, elke dag één randje tegelen. Dan komen we toch elke dag weer een randje dichterbij dat het af is. En dan heb je elke dag gewoon zeg maar weer 60 centimeter in de lengte verder in de tuin. Dus ja, dat voor nu. Oh, en ik moet er zo nog iets tegen Marco over zeggen. Want we kwamen niet uit met de randen en daar had ik een idee op. Maar dat moet ik zo niet vergeten. Ik heb net even geëdit en die staat nu te renderen. Marco is al naar bed. Die was moe en die moet morgen vroeg op. En ik heb mezelf lekker op een bakje popcorn getrakteerd. Ik ga even lekker Modern Family verder kijken. Ik hou echt van die serie. Het is weer tijd om alles op te ruimen. En dan lekker mijn bed in te gaan. Want morgen is het weer school. En echt, het weekend gaat altijd zo snel. Ik doe trouwens altijd de vaatwasborstel ook in de vaatwas als ik hem aandoe. Dan blijven die ook heerlijk schoon.
Ik wil nog wel even de vlog afsluiten. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!